Vorige week woensdag bellen twee mannen aan bij een bewoner van de Mathenesselaan in Rotterdam. Woensdag 18 november stonden er twee mannen voor de deur. Rond 7:30, 7:15 morgens belden ze aan. Ze hadden pakketjes bij zich en ze droegen kleding van PostNL. De bewoner heeft meteen door, dit is foute boel. De twee mannen hebben namelijk een vuurwapen bij zich. Medewerkers van PostNL komen normaal gesproken nooit binnen. Die zetten het pakketje, zeker in tijd van corona, gewoon voor de deur neer. Dus hij had meteen het idee, het is foute boel. Hij weerde zich meteen af, trapte de overvallers letterlijk naar beneden. Ze kwamen daarbij ten val en zij renden weg. De overvallers gaan er zonder buit vandoor in de richting van de CP Tielestraat. Eén overvaller is licht getint en heeft kort zwart haar. De andere overvaller draagt vermoedelijk een zwarte pruik en een petje. Ook dragen ze PostNL-kleding. Mogelijk is dat iemand opgevallen. In het onderzoek hebben wij een gestolen scooter gevonden. Die stond een paar deuren verder. Dat gaat om een grijze met zwarte details van het merk Aplidia. Nou, het kan natuurlijk zo zijn dat de overvallers op die scooter zijn aangekomen. Nou, misschien is dat ook iemand opgevallen. Medewerkers met PostNL-kleding op zo'n scooter. Nou, als iemand dat heeft gezien, dan horen we dat ook heel graag. Weet u meer over deze woningoverval? Vorige week woensdag aan de Mathenesselaan. Heeft u wellicht beelden? Laat het weten. Bel met de politie Rotterdam 0860 70 of met meldmisdaad anoniem 0800 7000.